Zeg, als je nog iets te schilderen hebt, dan moet je het maar zeggen. En we komen overal, dus... Regel Schilderbedrijf is een bekende naam in de regio, dat durf ik wel te vertellen. Ja. Ja, je praat van regering, dan ja, gelijk schilder. En mijn opa is er begonnen in Zelhem. Mijn vader is toen in Engelo begonnen. Eerst voor mijn opa en later heeft hij het bedrijf van mijn opa overgenomen. Begin jaren 60. Wij hebben het bedrijf in 1997 overgenomen. We zijn drie directeuren en we doen het met z'n drieën. We hebben allemaal onze pluspunten, zeg maar. Ja, alle drie. Met ons drieën zijn we sterker. Wat één niet heeft, vult die andere wel weer aan. En dat gaat prima dus. Je spreekt heel snel met de eigenaar zelf, om het zo maar te zeggen. Degene die ook kan beslissen op dat moment. Niet allemaal op de strepen staan, maar gewoon het makkelijk omgaan en naar elkaar toe. En we hebben dus het schilderwerk. Het glaswerk. Spuiten. Behangen. Je komt overal, hè. Het is niet elke keer op één plaats. Eigenlijk zijn we een traditioneel schildersbedrijf die alles doet en beheerst. Je levert goed werk in en het is betaalbaar. Een beetje gewoon blijven, niet te duur en toch een mooi stukje vakwerk kunnen afleveren. Weinig capsules zeggen we altijd, maar gewoon we doen wat we beloven en we beloven wat we doen.